Hij is ook helemaal geen succesvolle financier. Als hij de centen van zijn vader, als hij die normaal belegd had aan Wall Street, dan was hij nu rijker dan hij nu is. Hij is geloof ik 3 maal failliet gegaan. Nogmaals, het is een kletsmajoor aan een prutser. Het verlos hem, kunt u mij horen? Kent u, vraagt Diane, het Dunning-Kruger effect? Ja, dat ken ik, dat effect. Dat is dat mensen die gewend zijn om hun oordeel te geven in de media, dat die geleidelijk gaan denken dat ze zo ongelooflijk knap zijn dat ze overal wel een oordeel over kunnen geven. En ik ben natuurlijk bij uitstek iemand die door dat verwijt getroffen zou kunnen worden. Hoe voorzichtig ik ook meestal mijn meningen inkleed, zei dat ik jammer genoeg in de tijd bij Poetin niet gedaan heb. Ja. Wikipedia omschrijft het als volgt. Het Dunning-Kruger effect is een psychologisch verschijnsel waardoor mensen die incompetent zijn in hun taak hun prestaties hoger inschatten dan deze in werkelijkheid zijn. Ah, nou oké, ik ben op vrijwel elk denkbaar terrein ben ik incompetent, behalve op het terrein van de meningen die ik ventileer over maatschappelijke, politieke enzovoort ontwikkelingen. Ik wijs erop dat ik al sinds jaar en dag, ik denk al 25 jaar of meer, waarschuw voor de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Dat werd mij aanvankelijk enorm kwalijk genomen. Ik was niet eerlijk. En beide partijen bestonden uit halve garen enzovoort. Maar ik zou zeggen, achteraf heb ik daar volkomen gelijk in gekregen. Alleen heel recent heb ik toevallig een keer niet gelijk gekregen. Ik zou daarbij willen zeggen, ik ventileer die mening niet. Het is niet zo dat ik zit te popelen thuis achter mijn bureau en denk ik moet mijn mening geven en dat ik dan meteen opbel naar een nummer in Den Hilversum en dan dat ik dan roep ik heb een mening, willen jullie hem horen? Nee, helemaal niet, je wordt daar sterk aan op, ze zijn altijd heel gepikeerd als je je mening niet komt geven omdat je om een of andere reden daartoe niet in staat bent. Maar daar denken mensen de wonderlijkste dingen over. Dat je steeds staat te trappelen om je mening te geven. Ik sta helemaal niet te trappelen om een mening te geven. Er zijn natuurlijk wel andere mensen die wel opbellen. Hè? Die zeggen wel van, ik heb een mening, kan ik aanschuiven. Ja, zeker. Omdat sommige mensen natuurlijk, die hebben daar, voor hun beroepsuitoefening of hun maatschappelijke positie, hebben ze daar wat aan als ze in zo'n programma zitten. Maar voor mij doet dat er niks toe, want ik ben gepensioneerd. Mijn carrière zit erop. Ik ben niet van plan een nieuwe carrière te maken. Ik lul maar wat in de ruimte. Ik heb geen verplichtingen. Dus wat dat betreft ben ik geheel vrij. Ik spreek alleen namens mijzelf. Precies. Dat zou je niet zeggen als je toevallig op Twitter kijkt, maar ik spreek alleen namens mijzelf. Ja. Waarvoor ik volgens de Twitteraars zeer, zeer ruimhartig betaald word. Ook zo wat. Ja, het is ook wel een beetje komisch allemaal. Ja. Hey, nog eventjes over dat verhaal wat jij net zei over die Republikeinse Partij. Want jij denkt eigenlijk in de komende 10 jaar blaast die partij zichzelf op, hè? Nou, het moet een keer fout gaan. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat zal op de hele korte termijn niet gebeuren. Ja, de algemene verwachting is dat ze nu bij de tussentijdse verkiezingen aanstaande november flink zullen scoren. Hoewel ook Biden zich enigszins lijkt te herstellen nadat hij toch een aantal politieke succesjes geboekt heeft. Maar ja, die partij is zo volledig van God los. Je kunt zien dat ze natuurlijk in feite nog steeds Donald Trump beschouwen als de wedergekeerde Heer Jezus op aarde. Ja, zolang dat zo is, is de toestand vrij hopeloos, zou ik zeggen. En moeten we daar ook, ja, naar mijn idee, ook internationaal rekening mee houden. Dat de Verenigde Staten in principe ook structureel een onbetrouwbare partner zijn. Laten we blij zijn dat Biden is gekozen. Het zou mij verbazen als Trump ook in de popular vote zou winnen. Stel voor dat hij de kandidaat is in 2024. Maar je weet, dat ligt aan de eigenaardigheden van het Amerikaanse electorale systeem. Dat de verliezer toch de winnaar is. Dat is nu al 2 keer gebeurd in de afgelopen 20 jaar.
Dus nee, ik zie dat helemaal niet vrolijk in. Ik zie ook de enorme polarisatie in de Verenigde Staten. Dat is niet iets wat van het ene op het andere moment zal verdwijnen. Dat moet langzaam weg ebben of misschien door een dramatische gebeurtenis gecorrigeerd worden. Maar als je denkt, nou ja, misschien valt het wel mee. Nee, dus het valt niet mee. En Amerika heeft natuurlijk een hele reeks van verkeerde afslagen genomen in de afgelopen 30 jaar. Met alle gevolgen van dien. Overigens staat Amerika natuurlijk niet alleen. We hebben een hele reeks van landen. We hebben het erover gehad. Niet waar? Waar dit soort van ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Dat kletsmajoors met simpele oplossingen in feite misbruik maken van het vertrouwen van het electoraat. Maar als jij zegt ze blazen zichzelf op, wat gebeurt er dan? Is er dan straks geen Republikeinse partij meer? Nou, wel, die zal blijven bestaan. Ik bedoel, die zal gewoon een andere leiding moeten krijgen. Zowel in het huis als in de Senaat als landelijk. Zal dat moeten veranderen, maar voorlopig is dat niet zo. Deze zijn nog steeds, zeg maar, op de koers die Newt Gingrich in de tijd in 94 is ingeslagen. Namelijk de koers van de verschroeide aarde. Bestaan van de andere politieke partij zo onmogelijk mogelijk te maken. Waar ze vaak ook vrij succesvol in zijn, omdat het Amerikaanse politieke systeem ontworpen is om lastige kritische minderheden in feite een aanzienlijke portie macht toe te bedelen. Ja, ja. Maar als jij zegt er moet een andere leiding komen, nou, wat bedoel je daar dan mee? Wat voor leiding moet het zijn? Dat zou gewoon mensen moeten zijn die zeggen, luister eens even, we zijn nu bezig om in feite de Amerikaanse democratie naar de kloten te helpen. We zijn systematisch, handelen wij in strijd met de belofte die we hebben gedaan, namelijk om de constitutie te beschermen. Het tegendeel is het geval in allerlei opzichten. En ja, dat, nou ja, neem Liz Cheney, hè. Er zijn wel republikeinen die wel inzien dat wat er nu gebeurt, dat het een heilloze weg is. Overigens was zij, ja, zij is een aards conservatief type. Je kunt conservatief zijn zonder die gekkigheid van het Trumpianisme. Dat geldt trouwens ook in Nederland. Dat is het wonderlijke van het moderne conservatisme. Dat is helemaal geen conservatisme, het is een soort van... Ja, hoe zou je dat zeggen? Het is een soort verwarde, populistisch gestuurde revolutie, zou ik eerder zeggen. En ik heb al eens eerder gezegd, conservatieven zouden er ook in Nederland verstandig aan doen om een coherent en verantwoord politiek programma te formuleren, wat zeer wel mogelijk is, zonder die gekkigheid van wat we nu in de Kamer hebben zitten aan zonderlinge figuren. Ja. Overigens over Cheney gesproken, daar hebben we ook nog wat reacties over gekregen. We hadden namelijk de vorige keer over de Dick en Lynn Cheney, de ouders. Er is dus nog een andere dochter. Ja, er is nog een zuster, ja zeker, die is lesbisch. En het is wel interessant dat dus pa, Dick Cheney, die natuurlijk ook wel aardsconservatief is, veel conservatieven krijg je het niet, ook in Amerika niet, die heeft toch gezegd dat die vanwege die dochter en het begrip dat hij daarvoor heeft, wel ook een voorstander is van het homohuwelijk in de brede zin van het woord. Lynn Cheney heeft aanvankelijk afstand genomen van die lesbische zuster, maar heeft al enige tijd geleden gezegd dat ze daar spijt van heeft. En dat ze daar nu ook begrip voor heeft. Kijk, dat geldt natuurlijk altijd, maar als het dit soort van dingen ver weg zijn, dan is het makkelijk schelden. En dan ben je er ook makkelijk tegen en zo, en het spreekt allemaal vanzelf. En je raam kraakt met je eigen ongelooflijk lollige kritiek op hol. Maar natuurlijk, als het jezelf overkomt, of in je naaste omgeving, of als het je familie betreft, ja, dan piep je vaak wel anders. Want dan spelen emoties en gevoelens van gehechtheid en liefde een belangrijke rol. Ja. Er wordt ook gezegd door Mark Lafleur, want die heeft ons geschreven, dat die andere dochter inderdaad dus Mary is, getrouwd met Heather, en ze hebben twee kinderen. Dat heeft ook aanleiding gegeven tot heroverwegingen met betrekking tot het homohumorlijk binnen de familie Cheney. Dat was nogal een ding. Ja, zo zie je maar weer dat zelfs een aardsconservatief familie, dat die door zo'n gebeurtenis in de familie toch tot een soort van flexibiliteit in staat is. Ja. Overigens had Mark ook nog een andere opmerking over het verhaal over de strongman, want jij refereerde aan de nieuwe leider in de Filipijnen als een zoon van Duterte, maar het is een zoon van Marcos, een andere ex-dictator, zegt hij.
Oh, de nieuwe president. Ja, er was ook een brief van iemand die vond die Duterte juist een prima figuur. En die trok in twijfel of die wel zijn moordenaar was. Maar ik moet zeggen, daar is toch. De internationale nieuws is toch zo breed. Dat ik toch geneigd ben om te blijven denken dat Duterte een moordenaar is. Niet alleen dat hij dat zelf ook wel eens gedaan schijnt te hebben. Maar dat hij natuurlijk een moordzuchtig beleid gevoerd heeft. Dat is toch wel vrij onomstotelijk vastgesteld volgens mij. Al moet ik ook weer zeggen, ik ben geen Filipijnen-deskundige. Nee. Over die andere strongman, Donald Trump. Daar was ook weer een berichtje over dat die financiële topman van die Trump-organisation, dat die eigenlijk heeft gezegd van ja, het klopt, we hebben belasting ontdoken. Trump is in velerlei opzichten een kleine crimineel, een oplichter. Al die bedrijven van hem waren oplichterij in allerlei opzichten. Of het nou de Trump grill was of de Trump University. Het is allemaal klein bier, oplichterij. Van een treurigheid waar je niet van terug hebt. Hij betaalde zijn personeel niet. Het is allemaal hetzelfde patroon. Hij is ook helemaal geen succesvolle financier. Als hij de centen van zijn vader, als hij die normaal belegd had aan Wall Street, dan was hij nu rijker dan hij nu is. Hij is geloof ik 3x failliet gegaan. Nogmaals, het is een kletsmajoor aan een prutser. Maar hij heeft het talent, nietwaar, om in zijn verwardheid die enorme grote groep van laaggeschoolde blanke kiezers precies in het hart te raken. Hè? Dus wel, de New York Times heeft nog een stuk geschreven over de laatste dagen, volgens mij de laatste 4 dagen van Trump in het Witte Huis. Hè, met chaos. Ja, ook allemaal chaos. Nee, maar niet alleen de laatste 4 dagen waren chaos. Het was gewoon 4 jaar chaos. Maar goed, je hebt ook in Nederland, je hebt in Nederland tal van mensen die echte Trump-bewonderaars zijn. Gekken zijn overal te vinden. We hebben vaak ons afgevraagd hoe groot het percentage gekken in de bevolking ongeveer is. Nou ja, denk aan al die mensen die met de samenzweringstheorie op de loop gaan. Ook mensen waarvan je denkt, die zou het toch beter moeten weten. Die zijn toch niet altijd stom. En raak je helemaal gevangen in die wereld, dan is het heel lastig ontsnappen, denk ik. Ja. Ik zit even te denken, jij zegt inderdaad, er zijn ook in Nederland natuurlijk genoeg mensen die Trump aanhanger zijn. Raymond Nens, de andere Amerika-deskundige, die is volgens mij best wel positief ook over Trump, als ik hem zo hoor af en toe. Ah, ja, ik heb geen idee. Dan moet hij ook langzaam op een dwaalweg geraakt zijn. De keren dat ik hem heb gesproken, leek het mij een heel normale en verstandige jonge man. Ja. Er is ook een gastopinie nog in de New York Times. En dat is eigenlijk de kop van There is no happy ending to America's Trump problem. Hè? Zo van ja, als we dit willen oplossen, dat zal niet gelukkig eindigen. Nee, dat lijkt mij inderdaad volkomen juist. Maar ik zou nog in bredere zin zeggen, there is no happy ending. Wat voor datgene wat er met de Verenigde Staten gebeurd is in de afgelopen kwart eeuw. Dat hele proces van polarisatie en radicalisering van een van de beide partijen. Dat heeft rampzalige gevolgen gehad in tal van opzichten. Die ook natuurlijk uiteindelijk, als dat doorzet. En dan heb je ook natuurlijk toch de kans dat ze de democratie zo danig beïnvloeden. En langs wetgevende weg naar de kloten helpen. Dat ze natuurlijk. Een verschijnsel wat je in tal van landen ziet, dat een goed georganiseerde, gefinancierde minderheidsgroepering er toch blijvend aan de macht kan zijn. Dat kan. Ja. Maar Biden heeft wel de klimaatwet er doorheen gekregen, hè? Zeker. Ja, heeft hij ook niet in eentje gedaan, dat begrijp je. Maar nee, hij heeft een aantal politieke succesjes gescoord. En we moeten natuurlijk zeggen dat hij die Oekraïne-zaak, dat hij heeft ook voortvarend aangepakt en duidelijk ook leiding gegeven. Dus ja, daar was wel enig positief Biden-nieuws. Maar we zijn natuurlijk meer geïnteresseerd in de vraag, wat gaan we doen in 2024? Ja, en dat is vanuit de Democraten ook nog hoogstens onzeker, hè? Volstrekt onzeker, ja. Biden is dan 81, dus ja, daar zijn we toch niet gelukkig mee. Hij maakt ook niet de indruk dat hij zo helder van hoofd is als Adenauer was in zijn late jaren. Want je hebt natuurlijk wel wat bejaarden zelfs Churchill is veel te lang doorgegaan. Die had ook beter moeten weten.
We hebben een vraag van Geert Ravenstein en die zegt... Maarten, hoe was het leven in West-Duitsland in de jaren 60 toen u daar onderzoek deed? Nou, ten eerste waren het de jaren 70. Al moet ik zeggen dat het wel het begin van de jaren 70 was. Ik woonde in Mainz in een instituut wat vol zat met jeugdige wetenschappers. Had twee afdelingen, een kerkelijke afdeling en een niet-kerkelijke afdeling. Ik zat in een niet-kerkelijke afdeling. Dat zal niet verbazen. We zaten daar met alle lui uit alle windstreken. Dat kon uit Amerika zijn, uit Oost-Europa, veel Oost-Europeanen. Het hele idee van dat instituut was ook dat Duitsland geleidelijk aan betere relaties zou ontwikkelen. Na die gruwelen van het Derde Rijk vanzelfsprekend, daar was het nog sterk op geënt. Wat zal ik daarvan zeggen? Ik vond het... Je kon er prachtig wandelen, kan ik verzekeren. Een klein ritje. Er waren enorme bosgebieden daar, iets boven Wiesbaden. Ik zat in Mainz overigens. In Mainz was het nog wel zo dat er allerlei open stukken in de stad waren. Als gevolg van de bombardementen die dus in 1971, toen ik er was, nog niet opgevuld waren. Ja, in het gek genoeg was Helmut Kohl was toen de chef van Rijnland-Palts, Mainz ligt in Rijnland-Palts. En dat vonden we allemaal een ontzettende sukkel. Ik heb de Kool mijn hele leven een ontzettende sukkel gevonden op grond van de ervaringen toen. Ja, en tenslotte heeft Kool één keer in zijn leven net op het juiste moment iets briljants gedaan, namelijk als een scheet de herinnering van Duitsland doorgezet. Wat ook een hoop geld heeft gekost, maar wat zeer, zeer de moeite waard was. Net op het, ook over Kool. Prachtig voorbeeld van iemand die veel te lang is blijven zitten en tenslotte op pijnlijke manier verrafeld en gestruikeld is. Dat als je te lang blijft zitten, dan zelfs Merkel moet je achteraf vraagtekens zetten natuurlijk bij haar hele beleid ten aanzien van Rusland. Maar dat is vandaag het onderwerp niet. Ja, en wat vond ik ervan? Wij waren wel tevreden daar in Duitsland. Moet ik zeggen. De Duitsers zijn heel beleefde mensen. Zolang ze niet de pet op hebben en aan het nationaalsocialisme geloven. Het waren natuurlijk allemaal jonge mensen. Maar vrijwel al mijn Duitse leeftijdsgenoten, ook geboren in de oorlog, die hadden hun vader verloren aan het Oostfront. Meerdere van mijn andere stipendiaten, zoals die lui genoemd werden, zoals wij genoemd werden, hadden hun vader in de oorlog verloren. En dan besefte hij natuurlijk dat we allemaal eenzame moeders die met kleine pensioentjes hun kinderen groot moesten brengen. Ja, wat vond ik er verder van? Ik leidde wel een tevreden leven. Eerlijk gezegd, ik las veel. En misschien kan ik dat nog even bijzeggen. Vrijwel van al het materiaal wat ik dat jaar verzameld heb. En dat waren echt, ik had fors wat gedaan toch. Daar heb ik nooit iets mee gedaan. Ja, het is wat dat betreft, ik was een weinig effectieve promovendus. Misschien is dat de beste beschrijving. En wat bedoel je met weinig projectief of productief? Dat ik tot twee maal toe zeer omvangrijk onderzoek heb gedaan. Eerst wat ik in Mainz heb gedaan, dat ging over de zogenaamde realisten. Ik wil nog wel eens uitleggen wat dat precies was en waarom ik het aanvankelijk wel interessant vond. Maar eigenlijk al in Mainz dacht ik, die realisten zijn klets, maar jongens, daar is de vinger niet achter te krijgen. Dat blijft toch hangen in gezond verstand, sentiment. We kunnen er niet veel mee. Nou, toen ben ik naar een ander onderwerp overgeschakeld. Daarvoor heb ik in Amerika onderzoek gedaan in 1974. Dan ben ik daar een half jaar geweest om onderzoek te doen. En met dat materiaal heb ik grotendeels ook niets gedaan. Maar, ik heb het vaak verteld, een jonge vrouw aan de desk van de Columbia Library in New York, die zei tegen mij op een goede dag, heeft u wel eens gedacht aan het tijdschrift Partisan Review? Nee, daar had ik niet aan gedacht. Ik durf het nauwelijks te bekennen, ik had er nooit van gehoord. En ik ben gaan zitten lezen, diezelfde dag nog, en ik dacht, dit is het, dit is mijn promotieonderwerp. En zo is het ook gelopen. Dus pas eigenlijk in 1974 ben ik erachter gekomen wat mijn ideale promotieonderwerp was. Via Instagram wordt ook gevraagd door onder andere You Bird Motion. Dat gaat eigenlijk over het Duitsland van nu, vandaag de dag. Hoe vindt u dat Olaf Scholz het doet?
Nou, gezien de enorme problemen die hij op zijn bord gekregen heeft, vind ik dat hij het tot op heden redelijk doet. Hij is nu, schijnt het weer, is er, speelt er weer iets, een oud schandaal in Hamburg, waar hij ook burgemeester is geweest. Dat kan ik op dit moment niet aan detail beoordelen, eerlijk gezegd. Maar ja, als iemand het lastig heeft, is het wel Scholz. Dat is wel duidelijk. En ik heb de indruk dat hij voor zover mogelijk de zaken wel competent benadert. Je hoort niet de dramatische verhalen dat hij weg moet of dat er nieuwe verkiezingen moeten komen of weet ik veel wat. Nee. Ja. Het is inderdaad een schandaal bij een bank waar dingen speelden toen hij burgemeester in Hamburg was. Ja, ja, hij zou een of andere bank zou die niet hebben aangeslagen voor hem. Nou ja, goed, ik zou het moeten bekijken, maar dan nog. Ja. De financiële top van de gemeente Hamburg zou mogelijk een dubieuze invloed hebben gehad op de behandeling van de fraudezaak. Dit is de tweede keer dat Scholz bij de parlementaire commissie in Hamburg nu moet komen. Ah, nou ja. Nogmaals, als het echt verschrikkelijk was geweest, was die toen waarschijnlijk al afgetreden. Ik heb geen idee, maar ik durf het op dit moment niet te kritisch te beoordelen. Ik ben wel erg blij dat ik Scholz niet ben, dat wel. Want? Nou, je zult er maar mee zitten. Hè. Kijk, dat gas, dat is verreweg dat de gas minder loopt en nu weer afgesloten was. Vooral voor Duitsland is dat een gigantisch probleem. Wij komen er wel uit. Daar ben ik van overtuigd. Maar voor Duitsland zal het problematisch worden. En zal het natuurlijk ook, god, is ook, we zijn afhankelijk van een zacht wintertje. Hè. Ja, laten we het hopen dat dat komt. Ik ben voor koele zomers en warme winters. Consequenter kun je het niet krijgen. Martijn Kuipers die zegt, denkt u dat Duitsland de oorlog had gewonnen als ze Rusland niet hadden aangevallen? Nee. Duitsland zou in alle gevallen de oorlog hebben verloren. Dat wil zeggen, dat hangt samen met de vraag, als de Japanners Pearl Harbor niet hadden aangevallen, daar was Hitler zo over te spreken, dat hij toen 3 dagen later, als ik het wel heb, de oorlog verklaard heeft aan de Verenigde Staten. En toen was natuurlijk voor de Verenigde Staten, de oorlog in de Pacific was natuurlijk al begonnen, namelijk op die zondag, de 7e december 1941. Was de vraag, waar richten we ons primair op? En toen werd al geconcludeerd, in principe zijn we weliswaar door de Japanners aangevallen, maar de Duitsers zijn, en zeker nu ze ons de oorlog hebben verklaard, zijn een gevaarlijke tegenstander. En uiteindelijk, kijk, als we de Sovjet-Unie niet zouden hebben aangevallen, zou het een stuk lastiger zijn geweest om Duitsland te verslaan. Maar of Duitsland blijvend ook de rest van Europa had kunnen bezetten, ik twijfel het zeer. En uiteindelijk zouden ze een krachtmeting met de Verenigde Staten hebben verloren, naar mijn gevoel. Ik geef toe, dat is allemaal iffy history. Omdat natuurlijk, ja, de aanval op de Sovjet-Unie, ja, dit soort van lui, en in dit geval dan Adolf Hitler. Het is elke keer weer, sta je met je mond vol tanden en vol verbazing te kijken wanneer zo'n halve haar als een oorlog begint. Die vol zit met variabelen die je absoluut niet kunt beoordelen. Onzekerheden die altijd groter blijken te zijn dan je denkt. Ik denk dat je goed kunt argumenteren dat Hitler de oorlog in december 1941 al verloren had. We hebben het wel eens eerder over gehad. Ik wil het nog wel eens aanvijn uitleggen voor de volgende keer. Maar ja, Duitsland had de oorlog in december 1941 verloren. Waar ze zich ook thuis een aantal luizen heel goed bewust van waren. Hè. Dus bijvoorbeeld tot. Dus dat is ik zeg altijd tot, maar je schijnt tot moeten zeggen. Dus zeg maar de chef logistiek van het Derde Rijk. Die heeft al in december 1941 tegen de Führer gezegd, mein Führer. We moeten ons realiseren dat we die oorlog niet meer kunnen winnen. En ik meen dat Jodl, ik denk dat het Jodl was, ook iets in die geest gezegd heeft van, we gaan ervan uit dat we die oorlog niet meer winnen kunnen. Ja, mensen beginnen maar oorlogen, jongen. Het is, ik zou niet zo 1, 2, 3 een oorlog weten te verzinnen. Of het moet Frederik de Grote zijn, dan zitten we ergens in de 18e eeuw. Die ervan geprofiteerd heeft, maar meestal loopt het slecht af voor degene die de oorlog initiëren. Het gaat voor Poetin ook slecht aflopen. Het is al slecht afgelopen.
Maar ja, het eindeffect, dat kan nog wel even duren, is mijn indruk. Dat is een soort van padstelling ontstaan. Maar denk aan de Amerikanen. Tweemaal militaire actie Afghanistan. Een ongelofelijke zeepert geworden aan het eind. En Irak, dat was al na 2 jaar duidelijk dat het een totale, gruwelijke mislukking was. Waar ze nog jarenlang hebben doorgeklunst. Nee, ik zou zeggen, mocht er iemand luisteren die op korte termijn van plan is een oorlog te beginnen, doe het vooral niet. U heeft geen idee waar u aan begint. We hebben een bericht gekregen van Jeroen Bongers. Die zegt, we zijn net terug van vakantie uit Italië en hebben daar onder andere Milaan, Florence en Siena en Pisa en Lucca en Cinque Terre bezocht. Fantastische plaatsen. En op de heen- en de terugweg hebben we veel podcast geluisterd van jou, Maarten. Heerlijk. Onze adolescente zonen die wilden vaak graag af van de depressieve stem van die oude man. Maar wij vonden het heerlijk. We zouden het fantastisch vinden als Maarten iets zou willen vertellen over Leonardo da Vinci. We waren namelijk zeer onder de indruk van iemand die ruim 500 jaar geleden allemaal al zaken kon als uitvinder, schilder, architect en muziekinstrumenten maken. Nou, het was in ieder geval een inventieve figuur, dat kun je rustig zeggen. We kunnen best wel eens iets over Leonardo zeggen. Er staat een enorme, omvangrijke, dikke nieuwe biografie volgens mij. Van, hoe heet die ook weer, een Amerikaanse ex-joen. Nou ja, op zichzelf zou het sowieso leuk zijn om een aantal... Kijk, hij heeft uitvindingen gedaan waar ter plekke eigenlijk weinig mee gedaan is. Maar ik heb altijd gedacht dat er wel verrassend weinig aandacht is voor de uitvinders in de 18e en 19e eeuw die ervoor gezorgd hebben dat de wereld is ontstaan waar wij nu in leven. Als dat onderzoek niet was gedaan, nou ja, dan kom ik weer terug op mijn geliefde stoommachine. Als dan niet in de loop van de 17e eeuw de inzichten waren ontstaan waarmee je een stoommachine kunt construeren enzovoort enzovoort. Ja, ik vind dat daar in het algemeen heel weinig of te weinig belangstelling voor is. Leonardo da Vinci zetten wij in ieder geval op het lijstje. Dat is nog een goede. Overigens, we moeten nog even nadenken over 20 september, hè, over het onderwerp wat we dan in de podcast live in Tivoli bespreken. Heb je al een idee? Nee, ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee. Laat de mensen maar ideeën opsturen. Ik weet niet of ik dan voor hetzelfde red doe ik nog een keer die stoommachine. En wat voor verstrekkende gevolgen dat allemaal niet heeft gehad natuurlijk. Zal ik even wat dingetjes doen die mensen al hebben ingestuurd? Ja. Hoe is de Europese Unie ontstaan en ontwikkeld zoals we deze nu kennen, zegt Mai Wout. Moet jij maar zeggen of je het een leuk onderwerp vindt hoor. Ja, prachtig onderwerp, maar dat is denk ik niet waar die... Hoe was het ook weer, die pubers in die auto van die meneer die graag luisterde, die krijgen daar geen rode oortjes van. Nee, dat klopt, maar dat is ook niet het enige publiek op 20 september. Hè? Dus we zoeken eigenlijk voor 20 september een onderwerp dat we de eerste deel van de live podcast kunnen bespreken. En dan kunnen we daarna vragen vanuit de zaal doen. Oké, nou ik vind de Unie vind ik geweldig, maar kom even met die andere onderwerpen. Niels Dekker zegt de Nederlandse rol in de Korea-oorlog. Nou, die is niet doorslaggevend geweest, dus daar ben ik niet zo'n voorstander van. Oké, dan zegt Hoekmans het industrieel erfgoed in Duitsland dat het meeste indruk op jou heeft gemaakt. Ach god, dat is in Essen. Daar staat een groot deel van dat machinepark van Krupp is daar afgebroken. Maar er staat nog één zo'n hoge oven, staat er nog. En dat is nu voorzien van de bekende... Ja, gezellige cafeetjes, ruimtes voor artiesten enzovoort. Maar ik heb daar wat rondgezworven in mijn eentje. Ze waren al bang dat ik zoek geraakt was daar. Maar dat is fantastisch. Dat is een fantastisch ding. Ik vind ook wel dat je dat soort van dingen moet... Ja, je kunt niet alles laten staan, maar je kunt wel een deel van dit soort van... Hè, dit is de industriële revolutie van de late 19e eeuw, dat je daarvan een deel wel moet laten staan. Kijk, moderne bedrijven zien er weinig opwindend uit. Meestal zijn het gewoon dozen zonder ramen. Ja. Ja. Maar goed, dus dat Duitsland, ja. Duitsland, oké, ja, nog meer onderwerpen. Nou, ik stel voor dat mensen even naar Instagram gaan, Maarten Podcast, en daar een onderwerp achterlaten. En dan gaan we de volgende keer wel even kijken wat eruit komt en dan hakken we een knoop door. Als je erbij wil zijn, 20 september, er zijn nog kaartjes. Dat kun je bestellen via het linkje in de show notes. Kom.
om even met die andere onderwerpen. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En je moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.